Stef, je hebt een beker gewonnen. Weet je waarvoor die is? Ik heb geen flauw idee, zeg maar. Het is doelpunt van de maand maart. Weet je dan meteen om welk doelpunt het gaat? Ja, dan zal het mijn vrije trap zijn, denk ik, tegen Ajax. Maar belangrijker nog, de vrije trap van Stef Nijland. En die schiet die geniaal binnen. Hard over de muur, in het dak van het doel. Doelman Bizot kansloos en de stand is weer gelijk. Ja, dat was een wedstrijd met Jong PSV op de toekomst. En denk een vrije trap van 16 meter of 18 meter over de muur heen. Dat zat er goed in, inderdaad. Ja. Was ook een belangrijk doelpuntje in die wedstrijd, hè? Ja, dat klopt. Ja. Was geloof ik de 1-1. Uiteindelijk won de wedstrijd ook nog met 2-1. Dus het is altijd leuk om daar te winnen. Maar het was met tweede. Ik had liever een andere prijs dit seizoen in ontvangst genomen. En dus geen landstitel met het eerste van PSV, maar wel een persoonlijke prijs in de maand maart voor Stef Nijland met zijn doelpunt tegen Jong Ajax. Dat vond ook Kevin van Es uit Best. En hij wint hiermee een cadeaubon te besteden bij PSV Fanworld in het Philipsstadion.